zo ga je met een lekker gevoel de winterstop in, lijkt me. Dit is super. Dit is wat we wilden. Winnen, 3 punten. Overtuigend en veel doelpunten. Ja, uiteindelijk wel. Zag er vlak voor rust niet uit, want ik vond dat we het toen heel slecht deden. Na een heel goed begin. 2-0 voorsprong, ideaal. Dat moet je gewoon dan helemaal uitspelen. Dan moet je ze gek spelen. En in plaats daarvan gingen we... Moet ik even naar het goede woord zoeken. Maar we deden het in ieder geval heel slecht. Je zag die tegentreffer aankomen. En dan is de vraag van hoe gaat zo'n tweede helft verlopen? Kunnen we dat weer omdraaien? Nou, dat hebben de jongens geweldig gedaan. Volle bak de drukte weer op. We zijn weer vol gegaan om die derde te maken. En daarna was het gespeeld. Als je met 5 doelpunten van het veld afgaat, dan kun je wel tevreden zijn. Het enige smetje was natuurlijk de tegendoel. 10 minuten kwartier voor rust was het erg slecht. En dan zie je gewoon dat je zoveel kansen weggeeft. En dat het logisch was dat zij gingen tegenscoren. Maar dat mag ons niet overkomen. Je krijgt er nu 2-1 tegen. Dan moet je weer verder. En dan is het rust. En dan houden we elkaar scherp en zeggen we jongens, we weten gewoon. Op het moment dat je die goal maakt, moeten we het afstraffen. En ik denk dat we de tweede helft dat we heel goed hebben gedaan. 16 jaar en 113 dagen ben je de jongste debutant ooit voor Vitesse. Hoe is dat? Ja, dat is mooi meegenomen. Maar ik denk dat ik me meer moet focussen op het voetbal. En dat is een bijzaak, zeg maar. Ja. Wanneer hoorde je dat je mocht meegaan met de selectie vandaag? Donderdag na de training. Toen moest ik bij de trainers komen en toen hoorde ik het. Wat dacht je toen? Ja, ik stond te trillen. Zeg maar. Ik kon het eerst op het moment niet echt geloven. Maar daarna besefte ik wel dat het echt was. Dat ik gewoon mee mocht. Verrassing bij de selectie vandaag was de 16-jarige Mitchell van Bergen. Waarom heb je besloten om hem mee te nemen vandaag? Omdat hij goed genoeg is. En omdat hij bij mij op de trainingen laat zien dat hij goed kan voetballen. En dan verdient zo'n jongen op een gegeven moment ook zo'n selectie. Daar komt bij natuurlijk dat we met Renato en Nathan 2 vleugelspitsen hebben die geblesseerd zijn. En hij laat het zien op de training. Toen je het veld inkwam, het publiek was al enthousiast omdat het natuurlijk een mooie wedstrijd was. Maar je hoorde je ze juichen. Ja, ik focuste me op de wedstrijd en ik hoorde op de achtergrond het publiek en dat vond ik wel mooi. Ja. Mooi moment. En ook tijdens de wedstrijd, alle ballen op Mitchell, hoorde je dat? Ja, niet zo goed, maar ik hoorde het wel. Ja. Ja. Ik kreeg ook nog een kansje, je stond net buiten spel volgens mij. Ja, klopt. Ik had de bal eerder verwacht, dus ik maakte de loopactie al diep. Maar toen kwam de bal iets te laat, dus daardoor stond ik buiten spel. Hij heeft het heel goed gedaan, want ik zei tegen hem gewoon lekker durven voetballen, vraag de bal. Nou, je ziet ook. En daaraan kun je vaak zien of het een goede speler is of niet. Of medespelers hem durven inspelen. Ik gaf nooit een bal aan een slechte speler vroeger hoor. Want dan denk ik, dat kan ik hem kwijtraken. Dus ik gaf altijd de bal aan goede spelers. Nou, je ziet dat de jongens hem de bal geven. Tuurlijk, dat is voor zo'n jongen prachtig sowieso. Als je je debuut mag maken, ja, dan dat vergeet je nooit meer. En het was mooi dat het publiek hem steunde en hem echt alles gunde. Dat was mooi om te zien.